Ja, Jung Studio is een bureau wat zich eigenlijk niet alleen maar zich richt op de architectuur zelf, zoals al werd gezegd in deze introductie. We zijn geïnteresseerd in de manier waarop we interessante, ruimtelijke, publieke constructies kunnen maken. En eigenlijk daarmee de wereld hopelijk wat interessanter en aantrekkelijk niet alleen kunnen maken, maar ook een plek kan worden waar mensen naar terugkomen. We hebben inmiddels met UN Studios geloof, UN Studios netwerk, bedoel ik daarmee te zeggen, een structuur opgebouwd van bijna 120 mensen in Amsterdam en een grote groep die we ook in Shanghai en Hongkong hebben werken. En we zijn, los van wat al werd genoemd in het Midden-Oosten, ook volop actief in Amerika. En niet alleen maar met architecten, met vooral specialisten die op allerlei niveaus ons ondersteunen. Ons werk richt zich niet alleen op de architectuur, zoals ik zei, vooral op mensen, maar we zijn daarom eigenlijk heel erg wat we noemen transcalen. We bewegen heel makkelijk van een product naar een interieur, van vervolgens naar een stedenbouwkundig plan, om te leren van al die verschillende onderdelen in de manier waarop we ons werk maken. Onze benadering is gericht op hoe we via onderzoek op nieuwe ideeën kunnen komen voor een ruimtelijke omgeving. En die is dan soms niet alleen maar gericht op grote gebouwen alleen. Bijvoorbeeld dit is een paviljoen wat we hebben ontworpen voor het Millennium Square in Chicago. Wat ons zoveel ideeën gaf over bijvoorbeeld een station in Arnhem wat we nog niet hadden gebouwd. Over bijvoorbeeld de manier waarop we het dak hebben gemaakt en de kolommen hebben gemaakt in die hal van Arnhem. Maar hier konden we dat bijvoorbeeld in dit paviljoen konden we verschillende dingen uittesten. Maar het is een object voor een publieke ruimte waar op allerlei manieren in de avond, in de dag, op diverse manieren gebruik van werd gemaakt. Bijvoorbeeld een van de belangrijkste aspecten is dat wij geloven in smart design solutions. Dat we met nieuwe technieken werken om daarmee bijvoorbeeld materiaal te verminderen in een gebouw. Of veiliger te maken. Of transparanter te maken. Waarbij je geen bijvoorbeeld vuurcompartimentalisering of fire compartmentalisation hoeft te introduceren in een gebouw. Bijvoorbeeld, dit is een smoke detector systeem wat we hebben geïntroduceerd in het gebouw van Mercedes. Waarbij als er brand is in het gebouw, de rook binnen 5 tot 10 minuten in het hele gebouw kan weg worden getrokken door deze tornado in het gebouw. En daarmee konden we, wat ik zei, ongeveer iets van 50% van de materiaalkosten reduceren. Omdat we geen glazen compartimentalisering hoefden te introduceren. Maar ook konden we daarmee het gebouw dus ook goedkoper maken. En veel transparanter. Je kunt alles veel beter zien op het moment als je door die spiraal heen loopt van het bovenste gedeelte van het gebouw naar het benedenste gedeelte van het gebouw. Maar opnieuw, dit gebouw genereert een publiek. En een publiek niet alleen maar voor de brand van Mercedes, maar een enorme hoeveelheid mensen die gewoon komen kijken naar de geschiedenis van een auto die gekoppeld is aan een misschien interessante architectuur. En daarom je ervaring teweeg brengt, waardoor er een publiek van bijna 1 miljoen mensen per jaar hier naartoe komen. En het publiek wat er naartoe komt, groeit alleen maar. Dus een gebouw wat allerlei onverwachte kwaliteiten genereert, zonder dat we het eigenlijk van tevoren hadden gepland. Maar ik denk dat het ook kwam omdat we zoveel onderzoek deden naar de manier waarop je op een andere manier door een museum heen kan lopen. Bijvoorbeeld, het is hier zo georganiseerd dat je een dubbele spiraal hebt. En als je door het gebouw heen beweegt, is het net alsof dat jij door het gebouw heen rijdt en de auto stilstaat. Research by design. En wat we daarmee bedoelen is dat we echt ook niet alleen maar verwachten van alle specialisten waar we mee werken, dat je daar de innovatie mee kan introduceren binnen je bedrijf. Wij geloven ook dat je die innovatie binnen je bedrijf goed moet structureren. En daarom hebben we nieuwe platforms georganiseerd de laatste paar jaren in het bureau, waarbij je dus echt het idee rondom BIM technology, waar we het al eerder over hadden, smart technology, innovation, op het gebied van nieuwe organisatiemodellen binnen de architectuur,
nieuwe innovatieve materialen waar we op het ogenblik veel onderzoek naar doen, daarmee kan introduceren. En natuurlijk het thema rondom sustainability. En wat het is, hoe we dat hebben georganiseerd binnen het gebouw, is niet alleen maar dat die platforms zo belangrijk zijn, maar vooral de mensen die er doorheen bewegen en die van jaar tot jaar daar een heleboel van kunnen leren. Dus eigenlijk zijn we, los van dat we een heleboel mooie dingen produceren, zijn we ook een soort opleidingsinstituut voor de beste architecten die we kunnen niet alleen aannemen, maar ook kunnen genereren binnen bedrijf. Die kennis die we verzamelen en die innovatie die we op al die verschillende platforms introduceren, die delen we ook online. En we hopen daarmee ook een interactieve kwaliteit te introduceren tussen de buitenwereld en UN Studio. En daardoor een soort vorm van ook co-creation te creëren, waardoor je interactieve kennis genereert voor de thema's waar we aan werken. En onze visie is voor het eerst komende jaar gericht op 3 topics. Dat is nieuwe materialen, de computation en BIM waar we het eerder over hadden. En energy en sustainability. En vooral het thema rondom licht. En u heeft het misschien enigszins gevolgd. We zijn voor heel veel bedrijven op het ogenblik, van Zumtobel tot en met Philips. Onder andere ook voor Igucini zijn we met allerlei nieuwe lichtconcepten in de weer. Maar laten we gaan naar het thema rondom nieuwe materialen. Wat ik al zei, we gaan niet alleen maar voor een groot stedenbouwkundig plan alleen. Als het gaat over een productontwerp, dan doen we er ook aan mee. Want bijvoorbeeld dit was een ontwerp voor een bedrijf wat ons vroeg om mee te denken over nieuwe printingstrategieën. Bijvoorbeeld deze schoenen zijn gemaakt vanuit een nieuw vorm van printingtechniek. En daarbij hebben we natuurlijk de nieuwste computertechnologie gebruikt. Het bedrijf was United Nude, ze lijken een beetje op onze naam. En vond het daarom echt interessant om te denken over hoe je deze nieuwe techniek niet alleen kon gebruiken, maar ook dit nieuwe materiaal rondom deze techniek kon gebruiken. En we gebruiken dat natuurlijk dan weer voor andere concepten binnen ons werk. BIM en technology hebben een hele belangrijke rol gespeeld in het station van Arnhem. U weet dat waarschijnlijk, u heeft het ook waarschijnlijk hier en daar gepubliceerd gezien. Maar het allerbelangrijkste daarvan is het niet zozeer wat we hebben bereikt met de digital production alleen van dit gebouw, maar ook wat het gebouw kan doen. En daar gaat het voornamelijk over. Het is niet alleen maar het station wat belangrijk is van deze locatie, maar dat het een transferlocatie is. Dat het publieke transport transformeert op deze locatie en intensiveert. Dat was de bedoeling. En om het intensief grondgebruik te stimuleren van allerlei verschillende programma's die geïntroduceerd zijn hier. Om daarmee veel meer levendigheid op de locatie te introduceren. Waardoor het naachten, als je uit het station komt, ook veel veiliger wordt en prettiger wordt als je in dit gebied rondloopt. En de transferhal, waar deze kolom in staat, dat is eigenlijk meer een wachtruimte geworden. Een transferwachtruimte waarbij je op je bus kunt wachten. Of het nou een lokale bus is of een regionale bus. Of je kunt wachten op de mensen die vanuit de parkeergarage gaan naar het station, et cetera. En daarbij hebben we dus deze nieuwe techniek toegepast van hoe je met dit soort vrije vormen kan werken. En wij merken dat steeds meer dat het mogelijk is om die vrije vormen te produceren binnen een hele redelijke prijs. En binnen hele redelijke productietechnieken. En vaak ook sneller dan men weet. Maar het nieuwste van het nieuwste is dat we, en daarvoor hebben we een installatie staan met het bureau RAP. En dat is trouwens een bureau wat u echt in de gaten moet houden. Een jong bureau, architectenbureau, wat de hele relatie tussen design en roboting heel radicaal, maar op een hele nieuwe, verfrissende manier in de markt brengt. Hebben we een project gedaan wat op een intelligente manier laat zien dat nu op een nieuwe manier via roboting allerlei nieuwe middelen kunnen worden geïntroduceerd om objecten te fabriceren. En u kunt dat zien in de entree van dit gebouw. De optimalisering van performance, kosten en aesthetics kunnen we hier echt veel beter mee in kaart brengen. En daardoor
objecten veel intelligenter produceren. Dit is het object. U hebt het waarschijnlijk gezien al bij de entree. Het laatste onderwerp waar ik het over wil hebben is dus het thema van sustainability and light. Dit is een woning die we, ik ga niet helemaal zeggen waar, mag het niet zeggen, van de opdrachtgever. Maar die we hier in Nederland hebben gebouwd, wat helemaal geïnteresseerd was, of de eigenaar was geïnteresseerd in het idee van een smart home. Waar automatisation of de systems van niet alleen maar de elektriciteit, de energie, kan gevolgd worden van uur tot uur. En zelfs als je van huis bent, dat onder controle kunt krijgen. En daarmee een ruimte en een woonomgeving hebben kunnen maken die enorm flexibel is. En over een hoeveelheid jaren ook veranderd kan worden. Want de organisatie is niet heel strikt in dit huis. Maar goed, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? En we hebben het natuurlijk over Nederland. Wij hebben ook gemerkt de laatste paar jaren dat we alleen maar, ja, misschien iets van 6% van ons werk in Nederland hadden. De rest van het werk hadden we in het buitenland. Maar nu begint de vraag weer groot te worden in Nederland. En we merken met onze internationale ervaring dat het ongelooflijk interessant is om al die kennis terug te halen naar Nederland. Ik stel me zo voor dat al die nieuwe productietechnieken en de nieuwe manieren van werken niet het enige is waar we naar moeten kijken, maar vooral wat het teweeg kan brengen. Wat ik vertelde bijvoorbeeld over Arnhem is een heel belangrijk voorbeeld. Dat het een station is wat een nieuw type station is en dat we daarmee eigenlijk ook een nieuwe soort van impuls kunnen geven, daarmee voor de stad, is een belangrijke. Dus ik denk daarom dat het niet alleen maar gaat over hoe we met elkaar de wereld kunnen vernieuwen met nieuwe productietechnieken alleen. Maar dat we vooral denken over wat die user wil op het moment dat hij die producten gaat gebruiken. En dat we daar voornamelijk rekening mee houden. En ik denk dat dat ook eigenlijk ook de bedoeling is van de manier waarop we nieuwe ruimtes maken die aantrekkelijk zijn, waar mensen naar terugkomen. Vriendelijk dank.